als wethouder en als lokale burgemeester waarschijnlijk mag je hier vanmiddag staan. Hoe is dat om hier de Almelopers welkom te mogen heten? Ja, klopt, het is een fantastisch feest natuurlijk. Niet alleen hier, maar straks ook in de binnenstad. En inderdaad, om hier te zijn met zoveel mensen bij deze prachtige Graaf Alleen natuurlijk, die voor ons ook wel wat betekent. Ja, is het natuurlijk geweldig om hier zometeen de Almelopers te mogen ontvangen. Ja, het is het weer. Aan de ene kant is het hartstikke lekker. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat het met deze temperaturen het voor de mannen en vrouwen toch ook wel zwaar maakt. Dus ja, dat betekent even een extra aanmoediging hier op deze prachtige locatie. Nelly Coman, hoe ben jij zo verbonden met Europa Run? Oh, dat is al 28 jaar geleden ben ik ambassadeur geworden van Europa Run. En ja, daar ben ik verbonden mee. En met de teams. En ja, dat is het eigenlijk. Heb je zelf ook al ooit een keer meegedaan? Nee, dat laat ik alleen alle toppers over. Ik loop wel de eerste 10 meters mee. En op de co-single probeer ik alle teams binnen te halen. Dus dan komt het goed. Dat is ook heel belangrijk. En wat is je functie binnen de Europa Run? Ik ben ambassadeur. Ik probeer het te zijn voor de teams. Voordat de Europa Run begint, probeer ik naar benefietsavonden te gaan, auto's wassen, noem maar op. Het gezicht zijn van de Europa Run. Ik ben wel ambassadeur, maar we zijn met z'n allen zijn we ambassadeurs. Heel veel succes nog, want er komen nog een heleboel teams binnen en die vinden het vast hartstikke leuk dat jij ze binnenhaalt. Dank u wel, en jullie ook. De wereld is van de wereld, de wereld is van iedereen. Van iedereen, van de tijd. En die handjes op elkaar voor Jurgen Spijker, Rick Herman, Oswald Kessels en Ramon Powell. De lopers. Tirsa, Paulhof, Eveline Lemperink, Anne-Rieke Wessels en Max de Boer. Jawel. De lopers die hebben het zwaar, mensen, maar de mensen die fietsen die hebben het ook zwaar. Want zij fietsen zo'n 50 kilometer met de lopers mee, navigeren en doen alles om die loper te ondersteunen. Jan-Gert Gast, je bent dit jaar voor het eerst de teamcaptain van de Almelopers. Hoe is dat voor jou? Nou, het is geweldig om van deze groep mensen die ze inzetten voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten, om daar teamcaptain te van zijn. Ze werken ontzettend hard. Het is vandaag ontzettend mooi weer. De lopers hebben daar een beetje last van gehad van vanmiddag. Maar we hebben een fantastische club bij elkaar die echt straks een enorm geldbedrag ophaalt voor het goede doel. Juist. En gaat ook alles naar wens verder dan, behalve het weer? Ja, alles gaat naar wens. Alles loopt vlotjes. We hebben een prachtige doorkomst gehad hier in de Almelo. Vanaf de Graven Allee. In Aardorp hebben ze een mooie doorkomst gehad. Bij TMZ. Noem maar op, door een boerderij. Ik kan niet zo gek bedenken waar Almelo ons ontvangen hebben. In ieder geval. Hartstikke mooi en heel veel succes richting de Koolsingel. Dat gaan we zeker nodig nog hebben, de laatste loodjes. Dankjewel.
supergoed te pas. Als je opstaat en je komt uit je bed, je denkt, man, wat heb ik fijne oefeningen gedaan hier op het Amaliaplein. Zitten blijven. En dan gaan we. Dus heel langzaam, een klein beetje omhoog. Langzaam. Nee, niet te snel. Langzaam. Ja, komt-ie. Let op, luister naar die muziek.